Ja, voilà, we zijn begonnen. Welkom bij Lockdown. Ik ben Louis van Oosthuizen en deze keer spreek ik met niemand minder dan... Moet ik zelf mijn naam zeggen? Ja. Oké, okay, Jonas Geirnaert. Ja. Intro jingle. Top, voilà, ziezo, we zijn begonnen. Dag Jonas. Hallo, dag Louis. Hallo. Hey, hoe wil je je tijd tijdens de lockdown? Het is raar om te zeggen, maar heel veel verschil maakt dat niet met het normale leven. In die zin dat, ja, ik ben momenteel aan het schrijven aan een idee voor een reeks en een idee voor een film. En... ja, als je aan het schrijven bent, zit je sowieso al een beetje in sociale quarantaine. Bij ons toch. En mijn vriendin is ook aan het schrijven. Dus onze werkdagen zijn eigenlijk ongewijzigd gebleven. Wij zitten gewoon thuis. En het enige verschil is, ja, als een keer moet vergaderd worden met iets of iemand, dan is dat dan via Skype in plaats van naar Vilvoorde of elders te rijden. Ja. Dus qua werkritme is het... bijna geen verschil met normaal. En ja, sociaal leven is natuurlijk, ziet er anders uit. Maar ja, we vervelen ons niet. En het is gelijk op een bizarre manier een beetje drukker dan anders zelfs. Ja. Dus ja, maar ja, nog drukker. Wij hebben ja? Nog drukker, ja, ja. Terwijl het voorbije jaar is niet het drukste jaar uit mijn leven geweest. Maar dat mocht ook wel alles. Maar nu... ja, het is, we spreken veel virtueel af met mensen. Zo, om de twee avonden hadden we wel iets te doen, denk ik. En, maar dat is mm-hmm. plezant, ja. Dus nog geen sprake van verveling. Ja, ik heb ook al spelletjes zien spelen bij Thomas Huygens in live. Ja, ja, ja. Ja, dat is tof. Ja. Die kwam er mee af een week of twee geleden, zeker. Dan, dat hij zo op zijn YouTube-live-kanaal gezelschapsspelletjes wou spelen met vrienden en collega's van hem. En we hebben dat al een paar keer meegedaan. En dat is heel plezant. Normaal ging er vanavond gepokerd worden, maar het was iets praktisch niet in orde gekomen. Dus dat gaat voor een andere keer zijn. Maar ah. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, nee, ik heb gisteren trouwens ook dan die Jackbox gekost. Ik dacht van, dat is wel iets handigs om te doen. Ah, yeah. Ik heb gisteren ook die Quiplash gespeeld. Met Pieter Verelst, ook cabaretier, comedian. En dudes dat geen comedy doen. En toen was Pieter Verelst verloren. Dus het is blijkbaar een spel dat toch niet altijd ook comedians winnen. Ja. Ja. Dat heb ik gisteren bijgereikt. Ja. Ja. Die man had tijd nodig om na te denken over zijn moppen. Heb jij veel tijd nodig om na te denken? Over mijn moppen, ja. Ja. Dat is zo de hatelijkste vraag die een comedian kan krijgen, is zeg een keer iets grappig. En ik heb het zelf ook al gehad, zo in laat ons zeggen, zo ernstigere interviews. En dat is vreselijk. Ik ben niet grappig. Ja, zeker niet als je mij off-guard te stekken hebt. Nee. Ik ben zo ook in gezelschap. Ik kan mij wel amuseren en ik doe heel graag een ozel, maar dat wil niet zeggen dat ik in een gezelschap de geestigste persoon rond de tafel ben. En meestal laat ik andere mensen liever babbelen. Maar zo zeven is wel plezant natuurlijk. Hè. Dat kan ik ook niet helpen. Ik heb trouwens ontdekt dat ik dat gen van mijn vader heb geërfd. Dus mijn vader is een hele... Dat is een fantastische man, maar die is heel... De uitvinder van de Marsepino, dacht ik. Van de Marsepino, ja. Marsepino. Marsepino, dat was hem. Ja, ja, ja. Maar die, mijn vader is ook heel, heel funny. Bij momenten kan hij heel, heel grappige dingen zeggen. Dus ja. Ja. Oké. Okay. Dat was ik ook aan het denken van... Ik had gehoord van Thijs van de Lunatics. Dat je ook nog impro hebt gespeeld daar. Ja, ja. In een ver verleden. Ik denk, mijn eerste... optreden bij de Lunatics was in 2002.
Dus voor de jonge kijkers of luisteraars, dat was 4 jaar voor YouTube. Ik denk dat begint die tijdsrekening niet met YouTube voor de jongere generatie? Ik was toen 3 in 2002. Toen was ik 3. Voilà, ja. Ja, in het jaar 3 na Louis was mijn eerste optreden bij de Lunatics. Ja, dat was super. Ik heb dat een paar jaar redelijk intensief gedaan, dat ik zo... niet elke week, maar toch om de paar weken mee ging gaan optreden en regelmatig in Gent ook. En daar leert je wel heel veel bij. En eigenlijk voor iemand die graag controle houdt over dingen, is dat wel een stap dat je moet zetten om zo bij impro gaat gewoon onvoorbereid starten dat podium op met de expliciete bedoeling dat het grappig moet zijn. Maar ja, ik merkte dat mij dat wel lag. Het was een heel toffe band ook, de Lunatics. Heel veel plezier mee beleefd. En dat geeft wel een soort kick van als het dan goed lukt, dan is dat ongelooflijk plezant. En af en toe gaat je ook een keer op je bek. En soms had je een keer een heel, heel slecht optreden, individueel of als groep. En dan moet je dan ook wel... bijnemen, maar ja, dat is wel een gigantische leerschool geweest, die Lunatics en Impro Theater, ja. En ik heb zelf ook nog een paar improcursussen gevolgd bij Impro Sessie. En toen heb ik wel ook ondervonden dat je soms ook wel zo bij Impro toch soms zo'n paar van die vaste stocklines in je achterhoofd hebt, dat je zo mee invalt. Had jij ook zo'n bepaalde onderwerpen dat je vaak aanhaalde in een impro-concept, of niet echt? Oh nee, niet echt zo onderwerpen. Maar ja, iedereen is zo zijn specialiteiten. Zo, hè. Er was één speler bij de Lunatics en die was geweldig en zo decorjes zetten. Dus die kon zo echt zo'n een onzichtbaar decor met kastjes en geluidjes en kranen en weet ik veel allemaal geweldig neerzetten. Ik was daar zeer slecht in. Als ik ergens een kast installeerde, gegarandeerd 3 seconden later loop ik daar los door, ja. Omdat ik dat al vergeten was. Ik vond dat wel tof om zo situaties wat te laten ontsporen. Dat zo, als je voelt van, begin een beetje saai te worden, dat je gewoon iets compleet geschift doet of zo een beetje de meta gaat opzoeken, dat vind ik ook altijd plezant. En ja, dan, als dat dan met een speler is, die een beetje diezelfde reflexen heeft, of juist niet, dat kan heel toffe dingen opleveren. Ik vind dat je dat ook merkt. Ik weet niet hoe dat bij u was, maar zo, als je daar als spelers echt plezier hebben in wat dat ze aan het doen zijn, dat je, als publiek zie je dat ook. Je ziet ook wel als ze zo'n beetje aan het zwemmen zijn, of als het niet helemaal lukt, maar als het zo'n toffe scène wordt, dan je ziet dat die daar zelf plezier aan beleven om die scène te maken. Dat werkt heel aanstekelijk op je publiek. Ja, ik herinner me vooral nog... ik ben 20, dus toen ik dat deed, was vorig jaar, was ik 19. En ik merkte wel, omdat ik zo jong was, dat ik wel bijvoorbeeld heb zo, dat liedje moest zingen over een probleem en dat je dan dat probleem moet oplossen. En ik kreeg natuurlijk menstruatie als onderwerp van het publiek naar mij gesmeten. Dus daarom... Had je het kunnen oplossen, het menstruatieprobleem? Want er is een grote markt voor. Ik moest het probleem hebben. Ik had het probleem. Veel uit geleerd? Nee. Oh, goed. Ik had een feest van, heb ik iets geleerd? Nee. Hoewel dat het niet veel reemt op menstruatie ook. Ja dat is geen evidente om mee te zingen, ja. Ja, je hebt masturbatie, maar ja, dan gaat er van het ene platte onderwerp naar het andere. Dat is ook niet ideaal waarschijnlijk. Ik heb eerst een mensje van Dwight, mijn sidekick. Aha. Dat hij er is. Dat is normaal zien. Dus ik hem te kunnen bereiken. Ik heb de berichten eerst gekregen. Ik ga het bel je nu. Ah, voilà, Dwight is daar. Hallo. Hey. Hallo. Hey. Dwight. Zie je mee? Hoor je mee? Zie nog niet. Nee. Shit. Classic. hoe is dat? Goed, ze. Met jou? Sorry dat ik wel later ben. Nee. Had je je overslapen? Ja. Ja? Ja. Had ik wat duurder anders.
Ja, is, is uw webcam nog afgeplakt van vieze dingen te doen? Nee. Jawel. Nee, dat heb ik al gefixt. Oké. Okay. Ja. Ik heb vandaag ook iets zots ontdekt. Dus dat er weer 8D-muziek bestaat. Wat? Er bestaat nu zoiets als 8D-muziek. Dat heb ik vandaag ontdekt. Wat is 8D-muziek? Dus, 8D, dat is eigenlijk 8 dimensies. Daar is Dwight. Hallo. Ah, onder ons. Yes. Hey. Hoi. Ah, shit. En dan zijn we weg. Oh. Het was kort, maar krachtig. Oh, man, dat moet ik. In 8D is, ja, dat is, ik heb dat vandaag geleerd. Dat is een soort van, ja, muziek eigenlijk. Heb dan nu met dat liedje daar van, nee, van, kom er niet meer op. Want in elk geval, het was een hit van die ene zangeres daar, dat ze soms zo half high op het podium staat en wel nog geen succes heeft bij tieners. Oké. Okay. Dingske. Nee, is dat Billie Eilish? Nee. Ja, dat is die die ik bedoel. Ja. Wauw, ik ken niets van muziek. Right. Wauw, mijn opschrijving was dus accuraat. Dat is goed dat mijn opschrijving accuraat was. Maar nee, dus dat liedje hebben ze 8D gezet. En dan is eigenlijk, als je dus tijdens lockdown, omdat je niet meer naar de discotheek kan, je kan niet meer gaan feesten, gaan vuiven, dus dat je de muziek zo'n beetje langs alle richtingen hoort in je koptelefoon. Zoals dat je eigenlijk in een dancing zou aan het dansen zijn. Dat effect creëren ze met 8D-muziek. 8D-muziek. Ja. Kijk, weer eens bijgeleerd. Ik ga direct hierna ga ik in de 8D-muziek vliegen. Hè. Ja. Ja. Onderhand. Ja? Zie je me al ondertussen eigenlijk? Nee. Nee. Ik ga een andere camera op. Ja. Camera. Misschien heb ik dat beter lekker dan. Hoeveel was je bezig? 8D? 8D-muziek, ja. 8D-muziek. Ja. En dat is voor dat jouw muziek. Kun je muziek niet in 8D zetten onderhand? Moest ik weten hoe dat dat gaat? Ik kan nog geen camera aanzetten, was dat hij zijn muziek in 8D kunnen zetten. Babystapjes. Maar ja, ik weet wel dat het is. Het is een... Ja, het wordt zinnig juist helemaal uitgelegd, dus ik kan niet herhalen. Ja. Nee, maar ik had vandaag ontdekt. Ja. Het gevoel dat je zo in dat train staat, hè? Ik heb gisteren toevallig naar geluisterd. Klopt. Ja. Ja, dat is wel cool. Mm-hmm. Ja. Dus, onder ons, zijn je nog bezig met een nieuwe strip op YouTube te plaatsen? Ah ja, heb je het er al over gehad? Of... Nee, nog niet. Ja, oké. Okay. Kijk uit. Maar Jonas is er waarschijnlijk ook een grote jommekes van, hè? Ja, als kind heb ik daar wel veel van gelezen, ja. Ja. Ah, wel, ik dacht het en ook met de Satten uit de Diepte en zo. Ik kon langzaam We hebben een hommage aan Jommeke gedaan. Hommage weet ik niet, want Jeff Nijs leefde toen nog, maar anders had hij zich wel omgedraaid in zijn graf. Misschien heeft hij hem gewoon in zijn leving een keer omgedraaid. Ja, dat betekent dat ik 13 was en ik vond dat nog redelijk eng, omdat de einde is echt zo. Ik heb door die aflevering nog nachtmerries gehad eigenlijk, maar. Jonas, uw geluid is weg. Ja, inderdaad. Ik hoor totaal niet wat hij zei. Louis, uw geluid is ook weg nu. Ja? Ik hoor mezelf nu. Ah, nu hoor ik u weer. Ja, ik was ook niet aan het zeggen, maar het geluid van Jonas is weg. Gemakkelijk, Skype. Ik hoor Jonas niet meer. Dat is raar. Kan Jonas ons maar horen? Jonas, hoor je mij? Stik anders je duim omhoog. Nee, maar je hebt je koptelefoon gezicht afgedaan. Ah ja. Die hoor ik weer niet. Oh. Ja, oké. Okay. Wauw. Ik was weggevallen. Ja. Maar ik hoor je terug. Oké. Okay. Okay, nee. Wat ging je nog zeggen van de jommeke neveneffecten aflevering? Was dat je daar nog iets over ging zeggen? Ik?
Ja, ik was aan het zeggen dat ik er nog iets van heb gekregen. Omdat ik heb gekeken dat ik 14 was. Ah, ja, ja, mijn excuus. Ja, dat was nogal op het einde nogal tamelijk. Tamelijk ah, ja, maar ja, creepy op het einde. Dus juist. Ik was er vergeten totdat ik het heb gekeken. En dacht ik ook van wow. Ja, dus echt, ja, ja. Maar inderdaad, chef, deze is maar gestorven in 2009 of zo. Ja, kort daarna. Ik denk dat er een kausaal verband is. Ja. Je had dat gezien, ja, attackske. Ja, ja, dat kan niet anders. Ja. Maar jij zit er iets mee aan het doen met Jommeke? Ja, nee, maar het is om moest er toevallig aan denken. Maar inderdaad, we kennen de strip van Jommeke volledig ingesproken. Maar dan zo met West-Vlaamse stemmetjes in de plaats. En dan zo prentje per prentje ingescand. En dan die stemmetjes erop. En zo is het een volledig filmpje. Een stripfilmpje, maar dan in het West-Vlaams. Van Jommeke en de Zeepkoning. Ah, nice. Welke strip is het? Jommeke en de Zeepkoning. De Zeepkoning, oké, ja. Die weet ik niet meer, die zit te ver. Ja, dus, ja, dus voor de Berke dan meedoen. Je mag hem 3 maanden niet wassen. En, dus je moet 3 maanden verstoppen voor zijn mama, omdat ze hem per se wel wil wassen. Ja. Oké, is dat geen gevaarlijke boodschap om in deze tijden te verspreiden? Dat je ja, helemaal dat niet... Eigenlijk wel, hè. Je moet daar dikke disclaimers op zetten, denk ik. Ja, goed. Je had inderdaad iets voor rekening mee doen. Ja, ja. Maar Dwight, voor de titels van die filmpjes ook wel nog goed. Ik like, voor die Berke Strikes Back en zo. Ja, ja, inderdaad. Ik heb zo 5 delen. Het is eerst Jommeke First Blood, dan voor de Berke Strikes Back, dan... Ja. Ja. Een soort ode aan bekende filmreeks. Ja, nice. Ja. Voilà, dat doe ik dus. In tijd van corona. Ja. Ja, ik kan mij als trouwens nog altijd niet terug. Zeg het maar. Hm? Dat wil je nog altijd niet zien, onderom. Als serieus? Ja. Ja, ja. Ah, oei. Alleen uw initialen. DD. Double D. En nu? Nee. Oh. Ja, nee, we zien je niet. Nee. Maar Jonas? Ja. Nee, ik ga het voor gaan we gewoon even door doen. Hè. Ja. Nee, hij zit dus ook bezig met nieuwe dingen te schrijven. Ja, ja, ja. Maar ja, kan er nee, wanneer dat gaat uitkomen of niet? Het zijn nog heel... prille ideeën, maar dus ja, een filmidee dat al een tijdje er ligt en waar we nu aan het werken zijn. En dan nog een idee voor een reeks ook. Maar ja, het is nog van allebei is het nog niet zeker dat er iets van komt. Ah, nu gebeurt er iets. Ah, voilà. We zien nu. Ah, weer... ah ja, ja, kan best, sorry. Kan je dan hebben uitgezet in de plaats. Het is klassieke onderwerp voor het verhaal, maar het is wel echt zo. Ja. Of het allemaal doorzien. Zijn de film aan het schrijven? Ja, maar ik was juist uitverteld. Ah, shit. Nee, maar het is nog niet zeker dat het ervan komt, maar ik heb wat tijd gekregen om eraan te werken. En ja, voilà, dan houden wij ons in stilte bezig. Ja. Maar op zich, zo dat schrijven, ik doe dat nog wel graag, omdat je hebt mensen die... Jan Elen, die is zo, als die juist klaar is met een project, dan roept hij altijd heel uit van ik ga nooit meer iets schrijven, dat is mij zo kotsebeu. En dan... 2-3 jaar later doet hij dat toch opnieuw. Maar ja, ik word dat niet rap beu, dat schrijven. Ik vind dat wijs om mee bezig te zijn, omdat dan zit je zo ja, helemaal met je kop in een verhaal. En dat, ja, ik blijf dat plezant vinden, ja. Cool. Ja. Ja. En wordt het opnieuw genre geweest, zo thrillerachtig of... Ik ga nog niets erover verklappen. Ik ga het hier niet uit mijn neus kunnen trekken. Nee, het is nog te vroeg om er iets over te zeggen. Ja. Maar, voilà, ik ga zo wat geheimzinnig doen. Well, ja. Ik ga dan een algemene vraag stellen over scenario's schrijven. En je zou een heel idee waar je zo gaat eindigen? Of komen er ook zo'n dingen als schrijvende eigenlijk bij als je iets aan het schrijven bent? Ik heb al op verschillende manieren aan iets begonnen. Gelijk in het geval van onze dramareeks De Dag was dat echt... tot in detail stond al uitgewerkt. We hebben hier een groot whiteboard in ons schrijfkot hangen.
En we hadden zo korte inhoud van alle afleveringen, dat heel gedetailleerd was. En dat waren eigenlijk al bijna scenario's zonder dialoog, dat gewoon omschreven stond wat erin moest gebeuren. Maar dat was vooral door in een structuur, omdat we met een dubbele vertelling werken, konden we niet anders dan dat heel gedetailleerd voorbereiden. Dus dat was het uiterste, maar ik heb ook al het andere uiterste gehad, dat ik aan een aflevering geschreven heb, dat gewoon vertrekt van één grote lijn en zo 4-5 post-its op een blad. En dan had je veel meer vrijheid om dat onderweg nog in te vullen. En dat is een andere manier van schrijven, want dan gebeuren de dingen meer terwijl dat je ze verzint of je zei één scène aan het schrijven en je denkt opeens, ah, daar kan ik nog het einde iets mee doen. Vormt dat verhaal zijn eigen zo'n beetje. En dat geeft zo ietsje meer vrijheid, maar dat is soms ook ietsje chaotischer. Ja. Ik weet zo, in het geval van voor neveneffecten, de scenario's, vertrok ik meestal... Ik maakte zo'n schema gewoon op een A4-blad. En dat was met pijlen. En toen, ik was daar zo een dag aan bezig, denk ik. En terwijl je dat schema maakt, zijn er ook al scènes in je hoofd aan het gebeuren. En je voelt dat heel rap, vind ik, als zo'n idee rijp is om te schrijven, dan op een keer voelde van oké, nu moet dat eruit. En dan begin je echt aan dat schrijven. En meestal gaat dat dan redelijk vlot. Er zijn dagen dat je zo tussen de 10 en de 20 pagina's op een dag kunt schrijven. En je hebt dagen dat er zo amper één goede pagina eruit komt. Ja. Maar dat hoort er ook een beetje bij. Vroeger vond ik dat frustrerend, maar nu weet ik gewoon van ja, soms zijn er van die kutdagen dat er weinig lukt, of dat die heel traag gaat, of dat je vast zit. En ja, dat hoort er een beetje bij, ja. Ja. Wat ik ook aan het denken was, is, ik heb voor mijn vorige podcastproductie, mijn middenjingle, was deels gebaseerd op Kabouter Wesley. En ik dacht, ik ga deels toch even... Duiken moet wezen. Ah ja, goed. Wacht even, ik dat hier ergens staan. Als ik het vind. Wacht. Ah, hier. Kasten, hé! Maar die kasten laat zinken. Ik fix dat wel. Help! Wat is het? Er is een kast! Ja, dat was een middenjingle van mijn vorige ja, alweer een magistrale jingle, ja. Ik ben vereerd dat de kabouter er een deeltje van uitmaakt. Juist, maar nou, toch onderrond bij de intro jingle, die was pas legendarisch. Ja, dat is toch onderrond gemaakt. Ah, dus dat is dan onderrond zijn werk. Ik vond hem wel redelijk 8D eigenlijk. Ik kwam een kruising tussen een podcast en een discotheek. Ja. Cool, missie is laat. Ja, het zal wel. Al voor dat hip was. Wauw. Heb je ooit zo, er bestaat op, ik denk dat YouTube is ook, zo'n fragment dat er zo... iemand een uitleg doet, gauw bij een naam. Er is zo'n speciaal soort microfoon die dat zo de vorm van een menselijk hoofd heeft of simuleert. En dat is zo'n mens die een uitleg doet. En als je dat hoort met een stereo koptelefoon, dan is dat echt gelijk dat die heel die ruimte rond u stapt. Dat is zo'n heel surround gevoel. Dat is knettergek als je dat hoort. Het zou nu heel hard helpen, moest ik de term ervan weten of kunnen zeggen waar je dat kunt opzoeken. Daar zouden mensen iets mee zijn. Hier zijn ze eigenlijk geen drol mee, behalve dat ik dat weet. Maar ja, voilà, als je een beetje googelt, dan vinden we dat misschien wel. Oké, dus beste kijker, als jij het weet, reageer hieronder in de reacties.
Voilà. Dat was heel professioneel opgelost, ja. Ja. Zal ik ook interactie aan mijn kijker? Voilà. Ja. Ja. Zoals ik Jonas heb vergeten achtergeet op, interactie met de kijker. Dat voilà, dus, niemand die daar iets van merkt. Ja. Voilà. Ik heb de ondergrond dus ook niet echt gehoord, of? Ja, maar ik heb maar één inhang, precies. Alleen maar kort, hè, maar... Dat is één D, ja, dan. Dat is geen 8D, ja. Ja, voilà. Een half D'tje, misschien. Ja. Moet dat goed zien. Ja. Zo va. Ja. Nee, maar Jonas, juist, wat ik ook nog ging vragen, dat was... juist wat ik ook sowieso nog ging vragen, is wat vind je eigenlijk van die... Willis en Margetten meme groep. De wat? Meme? Het is een meme groep op Facebook. Ah ja? Willis en Margetten teamed. Dus al die memes zijn zo'n templates uit Willis en Margetten. En dan met een rappig tekstje erboven. Dat is hoe dat een meme werkt. Zie je memes op dit maar de meme groep ken ik niet. Ik zit ook niet op Facebook, dus al dat soort dingen gaat aan mij voorbij. Maar ik vind dat iets vrij maf, die Willis en Marietten, dat om de zoveel jaar is dat een soort revival dat gelijk uit het niets komt. En dat is dan zo een generatie van jonge mensen die dat in één keer herontdekt op YouTube of weet ik veel waar. En dan, zo, en de voorbije maanden is dat weer zoiets. Dan krijgen wij mails van studentenverenigingen die zo marathons organiseren en... Ja, dat is super tof. Want destijds was dat zo'n beetje een enigszins controversieel programma. Dan vooral de vraag of dat in een 7 op zondagavond op 1 moest getoond worden. Er was wat rond te doen en dat was ook geen kijkcijferkanon. Maar dat is wel tof dat blijft verder leven en af en toe een keer herontdekt wordt. Ik weet niet eens hoe dat komt. Het is lang geleden dat ik daar zelf nog een keer naar gekeken heb. Ik weet wel dat vrij onnozel was en dat er, al zeg ik het zelf, heel goede sketchen bij zaten, maar ook echt wel heel veel slechte sketchen. Dus dat snap ik. Maar blijkbaar wegen de slechte dan niet op tegen de goede sketchen of zoiets, dat mensen naar blijven kijken. Maar dat is plezant, hè. Het was redelijk zwaar werken in een tijd om dat programma er te krijgen. Dat was best wel afzien, maar dat is tof dat dat nog altijd zo... wat meedraait. Maar dus de Facebook meme groep, dat wist ik niet. Maar bestaan die memes ook buiten Facebook of zitten die in een Facebook hacken? Dat denk ik niet. Dat is eigenlijk zo in een groep dat er zo allemaal posts in die groep dan worden gezet. Van, ja. Ik zie de kampioen dat ook. Ah, oké. Dus wij zijn daar niet zo uniek in eigenlijk. Nee, het is al dat ik weet. Allee, ik kan alleen de groep van de kampioen, maar ik wist niet dat er van jullie zijn, maar oké. Ja, maar ik heb ook gevonden op Messenger. Kan je ook zo, ik denk ook op andere dingen. Er zijn zo ook hefs gemaakt. Zo, dat zo als je reageert in Messenger met een bericht, dan kun je zo een filmpje doen. En zijn zo van die kleine filmpjes. Ja. Dan krijg je het uit op geen Messenger persoontaal. Maar dat is. Is ook zo miauwkes en zulke dingen. Ja, ze hebben daar ook zo hefs van gemaakt. Oké, cool. Ja. Wordt eigenlijk herhaald, jullie zijn maar in. Op televisie dan, bedoel ik. Dat is wel... Ik geloof dat dat ooit een keer op Canvas herhaald is, maar al lang geleden. En dat is eigenlijk de soort omgekeerde carrière-move van wat dat Jan Eelen altijd doet. Jan Eelen maakt programma's die voor Canvas zijn. En dan zien ze plots bij de VRT van... Ah, fuck, dat is geniaal goed. Eigenlijk had dat voor 1 moeten zijn. En als dat herhaald wordt, dan wordt dat op 1 getoond. En dat is zo gebeurd met Het Eiland. Dat was voor Canvas gemaakt. En het was zo populair dat ze dat dan op 1 herhaald hebben. Bij In de Gloria ook, geloof ik. En dus wij doen exact het omgekeerde. Wij maken dingen waarvan als ze op 1 zeggen van... What the fuck is dit soort niche rare zever? Dat is iets voor Canvas. En dat wordt dat op Canvas herhaald. Dus hoe dat wij aan onze carrière timmeren. Van eerst bewijzen dat je het niet kunt voor een breed publiek en dan naar Canvas geshot worden. Maar daar is niks mis mee, zolang dat maar getoond wordt. Maar die Willis en Mariette, dat is nu wel, denk ik, lang geleden dat op tv geweest is. Maar zo op
Telenet wordt dat blijkbaar ook redelijk goed herbekeken. Ja, alles staat daar. De serie van Neven Effect en zo staat daar ook op. Ja. Dus ja, dat is wel wijs, hè. Ja. Cool. Ja. Maar ja. Zeg maar. Allee, kom door. Zeg maar. Presentator hier. Nee, maar doe maar. Ik weet niet wat ik ging zeggen, dus zeg maar. Ik weet het niet meer. Shit. Ja? Nee? Is dit kwijt? Ja. Ik weet het eigenlijk niet meer. Fuck it. Zeg maar, Louis. Oké, ça va. Zeg Jonas. Ja. Hij drinkt water, hè? Dat heb je goed opgemerkt. Voilà. Dat is de hype van het moment, kraantjeswater. Is er zoiets raars dat je ooit hebt gedronken? Wel, ik ben een van de weinige mensen ter wereld, niet ter wereld, maar in België, die Dr. Pepper lust. Jij ook? Ja, maar moet je er voor een Espresso naar Action gaan, omdat ze dat niet verkopen in de normale... Ja, je moet het echt weten zijn. Ja, dus ik heb gedronken. Nee? Ja. Mensen die geen liefhebber zijn, die vergelijken het met hoestsiroop. En ik ben het daar niet mee eens, maar ik snap wel waar dat het vandaan komt. Dat is ook ellendig zoet. Daar zit, wat is dat hier? 13 gram suiker. Nee, dat is eigenlijk wel nog zo van lekker. Wel, dan is dit misschien wel iets voor u, Dr. Pepper. Maar ik heb ooit, moet ik je denken, als ik een jaar of 25, 26 was... ik deed elke zomer zo'n barbecue voor mijn verjaardag. En ik nodigde de neveneffecten daarvoor uit. En al mijn andere vrienden zijn de niemand. Dus de neveneffecten kwamen daar naartoe. En die vroegen van, ja, wat wilde jij hebben voor je verjaardag? We hebben geen inspiratie. En toen had ik voor de grap gezegd, ik wil mijn eigen gewicht in Dr. Pepper. Omdat ik daar toen al verslaafd aan was. En die gasten hebben, ja... Misschien hadden ze wel door dat een grap was, misschien ook niet, maar die hebben dat dus gedaan. Dus die zijn naar de, denk 5 supermarkten in Holland gereden, omdat in Holland, ja, Nederlanders die culinair gezien, hebben die andere smaken dan wij Vlamingen. En als je goed opgelet hebt, ik heb gezegd anders, niet slechter, maar eigenlijk slechter. Dus die lusten Dr. Pepper. Dus daar kunnen dat makkelijker vinden. Dus die hebben zo 5 supermarkten in Holland afgereden. En die zijn naar de verjaardagsbarbecue gekomen met een koffer met 70, 80 liter Dr. Pepper erin. En ik was zeer blij met dat cadeau. En ik was ook van mijn eigen geschrokken hoe rap dat die 80 liter op was. Ik denk dat dat geen... Geen 4 maanden geduurd. Ik denk dat op 3 maanden dat dat wel er ongeveer door was. Wat dat niet heel gezond is, maar ja. 80 liter in 3 maanden. Reed dat gerit, Louis? Hoeveel is dat per dag? Dat is nog geen liter op een dag. Ja. Minder dan een liter. Ja, het zal wel zoiets geweest zijn. Ja. Maar sindsdien heb ik gevraagd mijn eigen gewicht in Dr. Pepper. Ja. Nee, juist, toen was ik ook aan het denken, toen ik die vraag stelde, meestal stel ik vragen gewoon op associatie van dingen dat ik zie. Ja. Maar toen was ik ook aan het denken, toen ik die vraag stelde, van, elke zondag doe ik een aflevering met Onder Ons, en in die afleveringen drink ik telkens een sterke bier. En voor de kijker wil ik toch even zeggen, enkel op dat moment drink ik bier. Dus niet dat ik naast die stream ook nog aan het drinken ben. Voilà, dus mijn drankgebruik valt nog mee. Oké, dus je bent geen probleemdrinker. Nee. Je sidekick geeft een soort lichaamstaal waardoor ik daaraan twijfel. Nee, Louis heeft totaal geen drinkprobleem. Oké, nu gelooft niemand dat nog. Nee, maar we zien elkaar vaak op café, dus daarom. Dat we dat... Wat mag dat niet zijn? Hij is juist een supergoed. Uitgelegd tegen de kijker dat je totaal een drankprobleem hebt en ik mag het precies niet echt beter.
Ja, nee, ja, dat klopt. Hij maakt mijn... Sorry. Dat is een correcte zin. Ja. Ja. Nee, maar ja, onderhand is zo iemand, als ze op café zit, die zo altijd zegt dat ze zo even trekken. Alleen nog eentje. Ja, dus... Ja. Ja, ja. Vreemdwaardig. Dan denk je nog eentje en dan denk je, ja, gaat er vanaf zijn, je moet toch. En dan vraagt hij of hij nog eentje wil drinken. En zo gaat dat toch. Dat is zo'n, noemt dat een visueuze cirkel. Ja, ja, ja. Ja, zeg maar zeker. Ja. Maar dus, jullie gaan nu ook nog op café, clandestien? Zo. Wat een clandestien? Nee, ik was aan het denken... Ah, sorry, Jonas. Een visueuze cirkel is een van de weinige moeilijke woorden dat ik ken. Wat is clandestien? Clandestien is in een duik, hè? Ja, ja, ja. Ja. Nee, ja. Nee, zover is het nog niet. Zo groot is het probleem dan niet, dat we dat doen. Okay. Nog niet. Want je hebt zo dat fenomeen bij zo van die YouTube-gamers, waarbij dat zo op een gegeven moment... In Amerika was er een rage om de flikken daarop af te sturen. Hè? Dus die waren aan het gamen en die waren aan het livestreamen. En dan waren er mensen die belden naar de flikken en die zeiden, ja, er is daar een gijzeling aan de gang, daar en daar op dat adres. En dan, er bestaan zo fragmenten, je kunt dat terugvinden, van de gasten die zitten te gamen en achter hen wordt er een deur ingebeukt en staan er ineens zo zwaar bewapende people's in dat kot. Ja, misschien zou dat ook nog iets wijs zijn, om zo, maar ik weet niet of dat er veel illegale lockdownfeestjes georganiseerd worden, maar dat je zo'n inval live regelt. Dat moet nog wel iets stoppen om te doen. Ja, dat is gekozen. Ja. Misschien oh, ja, dat is wat alles. Ja. Eerst wat ik daar juist ook aan het denken was... En dat ik toen dacht van, ik ga het nog niet echt zeggen, maar dat is dat op de achtergrond. Ik denk bij Jonas dat ik zo iets aan het blazen is. Kan dat? Ah, is dat? Ah, nee. Als je echt niet bij mij. Of is dat bij onderrond? Is dat je radio dat er ook aan staat onderrond? Oeps. Nee, maar ja. Goed uit, dat juist dat er ik zo in zat. En omdat ik de audio ook op de podcast-apps plaats. Dat is beter. Ja. Ik niet, maar... Ça va. Ja, oké, dan is het ik niet. Ik heb mijn radio afgelegd. Ja, ik vergeet alles aan af te leggen, Louis. Iedere keer naar de Sky. Mm-hmm. Iedere zondag. Indeed. Ja. Maar hij was de gisteren niet, hè, man? Jawel, even. Ja. Weet je dat niet meer? Dat was echt zo kort dat ik niet meer weet. Het was zondag even aan het drinken, hè. Dat weet je het misschien niet meer. Maar Jonas, heb je favoriete soort bier? Of zoiets? Zijn jij een bierdrinker? Jawel, jawel. Liefst zo donkere bieren. Vroeger was dat Grimberg en Dubbel. En daar ben ik nu wel over. En nu is zo, ja, Blauwe Chimay. Ja, cool. Ja. Ja, maar dat is wel... Ik heb nog de smaak dan. Dr. Pepper en Blue Chimay. Kastel, ah, ja. Dat, ja. Ja. Vroeger dat is dat zondag drink. Ja. Dat is dat ik elke zondag nu drink. Oké. Okay. Maar bij u wisselt het elke zondag? Of niet? Ik heb onderrond. Wacht, Jonas, tegen wie heb je het? tegen Louis. Ah, tegen mij. Nee. Ik drink dag elke zondag. Okay. Ja. Maar wel eentje. Want ik was die van vorige week. Ja. Ja. Voilà. Spaars aan de zee, weet je hoe lang dat de lockdown duurde? Het einde van de rit? Ja, ja. Het aantal dopjes is het aantal weken. Dat is, je gaat zo heel uw muur achter u kunnen behangen met die dopjes. Mm-hmm. Misschien. Ja. Ja. Ik dacht, het is vast wel. Ja, nee. Maar is er zoiets raars dat je ooit hebt gegeten? Waar ik vandaag aan de knieën eigen stem en ik weet ook niet waarom. Maar... Iets raars dat ik ooit heb gegeten? Ah. Ongetwijfeld. Een keer pijzen, ja. Ik heb wel zo'n keer... ik heb een... Ik heb één broer, dat is een oudere broer, en die heeft een paar jaar in China gewoond. En we zijn er
twee keer naartoe gereisd. En met hem heb ik al zo van die rare dingen, zo van die zeevruchten, dat ik niet eens goed weet welk dier dat ik moet voorstellen. En zo een paar van die gefrituurde maden, en zo'n gefrituurde schorpioen gegeten. Zolang het gebleven is het goed in China? Ja, dat was toen nog, die rage was toen nog niet begonnen. Wat ze daar wel hebben, is zo visrestaurants, waar dat ze... dus je zit zo naast de aquariums en je moet echt zo wijzen aan een vis. En dan komt een ober die pakken en naast u eigenlijk live doodkloppen. Om te bewijzen dat hem vers is. Ja, maar... Ik was blij dat we geen rund besteld hadden toen. Maar dat was een keer interessant. En mijn vriendin die eet heel graag kreeft. En in kreeftrestaurants doen ze dat soms ook. Om te bewijzen dat de kreeft vers is, komen ze zo een keer tonen aan tafel. En dus die had dan kreeft besteld. En drie minuten later staat een ober achter haar en zegt, excuseer mevrouw. En die kijkt opzij. En daar ligt zo'n dikke kreeft zo te bewegen. En die sprong een meter en een half omhoog. Ja, ik moest daar vreemd mee lachen. En toen begon zo het gedeelte van de gewetensvroeging. Dat ze in ene keer zat dat dier live gezien naast haar. En die schattige kreeftenoogstjes die op steeltjes staan. En eigenlijk tamelijk letterlijk hoorden het bijna van eet mij niet op, jij onmens. En dan heel dat proces moeten mee doormaken van proberen rationaliseren. Van je hebt dat wel besteld, want geet dat graag. En elke kreeft dat gefret wordt, die heeft ooit geleefd. En dat is nu omdat je die gezien hebt, dat je daar ineens gewetensvroeging over krijgt. Maar het is toen wel geëindigd met dat de kreeft is opgegeten. Dus ze is niet naar de keuken gespurt om de moord nog tegen te houden. Omdat ik haar begeleid heb naar het eindresultaat, namelijk kreeftfretten. Voilà. Ja. Mm-hmm. Ja, fretten, is dat zo'n woord dat hij vaker gebruikt? Fretten, ja. Is dat niet Oost-Vlaams, fretten? Fretten, denk het, hè. Zijn ze dan niet in West-Vlaanderen ook, fretten? Ja, sowieso. Ja? Oh, ja. Okay. Dat is Oost-Vlaams. Vandaan gebruikt. Ja. Dus dat moet wel West-Vlaams zijn. Wat is je favoriete? Precies. Ja. We zijn beide van Kortrijk. Ja. Kortrijk. Kortrijk zelf? Ja. Alright. Ja. Het centrum, ja. Ik zit nu in het centrum. Louis heeft ook visiters. Ja, ik woon vlakbij het station. Dus dat is het centrum, hè. Het station is meestal in het centrum, hè. Ja. Dat zal wel zeker. Ja, station het einde van het centrum, of niet? Is dat station een soort van natuurlijke rens, of niet? Het station? Ja. Zou je kunnen beschouwen als natuurlijke grens van een stad? En van het centrum? Zo'n station is zo... Ja, het is tegen toegeven afbaken met spoorlijn? Of ben ik nu gewoon raar? Nee, ik denk dat niet. Ik herhemd dat toch totaal niet in het centrum. Nee, de Dampoort ligt dichter bij het centrum, maar niet in de stad of zo. Nee. In Antwerpen, dat is wel nog redelijk centrum, hè? Niet? Ja, Antwerpen, centrum. Ja, dat is wel waar. Ja. Nee, Brugge ook wel. En in, ook niet. Nee, sorry, niet vroeger echt zo... Ja, we had Steenwijk toen nog zo omrenst met muren. Allee, ja. Braakt je het slecht aan het uitleggen. Steen, waar je omrens toch? Ja, stads omrenzingen. Ja. Dat is wel heel simpel. Volgens mij was station toch deel van die stads omrenzingen? Wel, geschiedkundig. Men had vroeger heel veel schrik dat de vijand met de trein ging komen. Tot in de stad, omdat de trein een heel gemakkelijk vervoersmiddel is en ook niet zo duur. En kunnen hele grote groepen mensen tegelijk vervoeren. En daarom dat ze de stations eigenlijk buiten het stadscentrum gelegd hebben. Het schrik dat de vijandige legers met de eerste en beste trein eigenlijk de verplaatsing gingen maken. Want dat verwacht je ook niet zomaar, hè, dat de vijand de trein zou nemen. Dus, nee, sowieso. Dat is gewoon buiten het centrum. Voilà. Dat is allemaal samenleggen voor een railpas. Ja. Is het inderdaad het is dat. Super interessant. Ja, want je hebt bijvoorbeeld Brussel Centraal, dat is een enorm risico. Hè. Dus daar hebben ze echt gekozen om dat station
in het centrum, op 200 meter van de grote markt te leggen. En dat is een kwestie van tijd voordat er een keer een vijandig leger de stad gaat binnendringen, denk ik. Ja. Mm-hmm. Sowieso. Ja, want ik dus voilà. Mag ook wel iets leren door naar deze podcast. Ja. Nee, de conclusie is, ik woon buiten het centrum, want ik woon bij een station. Het station is buiten het centrum, dus ik woon buiten het centrum. Voilà. En in de gevarenzone van de vijand. Ja, voilà. Dat is het belangrijkste om te doen. Ja. Voilà. We zijn eruit. Dat was de vraag, dat ik heb antwoord. Op de vraag. Goeie vraag. Ja, top. Ja? voilà. Dat was een beetje. Soms ook zo'n klein beetje. Dat is belangrijk. Ja, maar Jonas had ook afvroeg, wat is je favoriete Oost-Vlaamse woord? Oei. Mijn favoriete Oost-Vlaamse woord. Een muilentrekker, pijs ik. Ja. Dat verstaan jullie wel, hè? Daar staat dat is de totentrekker. Ja. Dat is Vlaams dan. Ja. Een muilentrekker. Dat is zo'n snoepje, toch? Zo'n frisuur. Nee, een smoelentrekker. Ik weet wat je bedoelt. Maar ik heb het over een persoonlijkheid, een muilentrekker. Een smoelentrekker. Ja. En hij wat? Zelfs is dat? We gaan het tot. Ik weet het niet. De spoelentrekker heeft ook dat snoep. Maar ja. Was totentrekker niet ook een fotograaf? Wat? Is hij niet ook een fotograaf? Oké. Dat is toch? Ja. Pasfoto's, die trekt toch ook toten? Dus dat is toch ook een totentrekker? Ja. Ah ja. Oh, maar nee. Net hoor. En inderdaad, spoelentrekker. Mm-hmm. Iemand, ja, drie betekenis. Ja, Dwight, dat is jouw favoriete West-Vlaamse woord. Een podcast een West-Vlaamse woord? Nee. Ziersletsen. Ziersletsen. Dat vind ik eigenlijk een goed woord. Ja. Ja. Een vies woord ook wel een beetje, maar ik vind er wel iets in. Ja. Ik vind jeun een wijs woord. Jeun, maar ja. Is dat universeel West-Vlaams of is dat specifiek van één streek? Ik denk dat dat redelijk algemeen is. Ik denk het wel. Ja. Dat klinkt toch algemeen. Ja. Want ik kan West-Vlaams van de verschillende plaatsen, ik kan dat niet uit elkaar houden. Dus blijkbaar mogen het nooit tegen iemand van Brugge zeggen dat Brugs en Kortrijk hetzelfde is, want blijkbaar is het iets totaal verschillends. Mm. En Oostende is dan nog iets anders, blijkbaar. Maar ik hoor dat verschil niet. Als niet-West-Vlaming zijnde klinkt dat voor mij eigenlijk grotendeels hetzelfde. Maar Gulle gaat dat wel direct het verschil horen, waarschijnlijk. Ja, maar het verschil tussen andere West-Vlaamse steden dan misschien weer niet, omdat hoor het verschil sowieso trek, maar we zijn West-Vlaams, maar ik ben oorspronkelijk van een gemeente hier 10 kilometer vandaan en daar is dat al iets anders qua accent. Ja, van waar ben je? Van Rekhem. Juist. En maar ik ging dan in Kortrijk, heb ik dan een Rekhems accent en iedereen merkte dat constant op van langs hier praat nu niet zo. Terwijl het zo'n 10 kilometer verder is. Ja. Moest je dan overal een tolk meenemen? Tuurlijk, ja. Heel bemiddelbaar. Ik kan niet anders. Dat was wel ook eenzaam. Ja, dat is waar, sowieso. Maar Jonas, is het toch van Gent of niet? Of? Vlakbij Gent. Ik ben opgegroeid in Sint-Kruiswinkel. En dat is iets waar de meeste mensen nog nooit van gehoord hebben. Dat is de meest noordelijke deelgemeente van Gent. En dat ligt naast Wachtebeke. Dus mijn ma is van Wachtebeke, mijn pa is van Sint-Kruiswinkel. En wij wonen eigenlijk vlakbij de grens tussen Sint-Kruiswinkel en Wachtebeke. En dat is echt, maar in de beste betekenis van het woord, dat is een boerengat. Dus dat is een heel klein dorp, daar woont Dustman. En ik vond dat fantastisch. En dat is echt zo'n Vlaams dorp, hè, met een kerksken en een pastoor. En iedereen was daar misdienaar, hij had daar een giro en
Ja, ik heb daar vrij graag gewoond. Ik denk dat ik, nu zou ik niet graag meer in een dorp wonen. Al ja, niet graag. Ik woon nu dicht bij de stad. Ik vind dat heel tof. Maar ja, zo om op te groeien tussen de velden en de koebiesten en al, dat ik vond eigenlijk vrij plezant, ja. Mm-hmm. Ja. Uit goede bron weet ik ook dat je jaarlijks met je familie op ski-vakantie gaat. Klopt dat? Nee. Ontsla uw goede bron. Nee. We hebben dat vroeger wel een paar keer gedaan, maar zeker niet elk jaar. Ja. Ja, omdat ik zit in de Curatio, dat is een studentenclub. En ja. Logisch, van Weinbergen, die was daar vorig jaar prezes. Ah, oké, ja. Ja. En die zei dat die familie was van jou, maar dat je altijd aan het werken was op skireis. Maar wij gaan elk jaar naar de Ardennen met de familie. Dat is de jaarlijkse familie. Dat gaat zijn wat ik bedoel, ja. Ja. Maar kan de Ardennen ook skiën? Ja, maar niet in oktober. Nee, ja, dus dat is waar. Ja, elk jaar met de familie naar Ardennen. Klopt. Die informatie kan ik hier onafhankelijk bevestigen. Ja, voilà, naar Ardennen, maar niet op skireis. Ja. Ja. Langloofreis. Zelfs niet. Dus wandelen, pokeren, ja, en kleurenwiezen. Dat zijn de thema's van de familievakantie. Ja, ja. Kleurenwiezen. Kleurenwiezen, ja. Ik heb nog nooit gespeeld. Gespeeld eigenlijk. Heb je ooit gemanield? Ja. Oh ja, dat lijkt er heel hard op, maar het is met 4 in plaats van met 2. En het probleem met kleurenwiezen is, dat is eigenlijk een heel tof kaartspel. Maar mijn familie die is daar zodanig goed in. Ik heb zo, de generatie van mijn ouders gaat zo een paar nonkels die heel fanatieke kleurenwiezers zijn. En als je dan een keer meespeelt en je bent zo'n beetje minder goed, of je doet zo af en toe komt een keer een domme kaart uit, dan, ja, dan moet je dat echt ontgelden. Dan wordt dat in het lange en breed bediscussieerd achteraf. Van waarom kom je nu een pijken 6 uit en je weet dat je maat in de klaver zit? Dan zit je daar van, ja, het zal wel zijn zeker. En dat ontneemt je zo wat de goesting voor daar lang en door te gaan. Ja. Dus er is een schisma binnen onze familie waarin dat de oudere generatie die kleuren wist nog, de jongere generatie minder. En die zijn stilletjes aan op andere spelletjes overgestapt, waaronder... En hoe jong is de jonge generatie? Ja, vanuit jullie standpunt ook oud zijn de mijn generatie van mensen die zo eind de 30 zijn. Dat is de jongere generatie. Dus ondertussen al nog een jongere generatie. Okay, daar spreken we niet over, ja. Ja. Nee, ondertussen maar juist 30. Ja. Juist 30, oké. Okay. Dan zei jij van het jaar 90. Nee, ja. Ben, vorige maand verjaard. Zo net voor de lockdown eigenlijk. Ah, oké. Okay. Kijk, nog juist kunnen vieren, denk dat ik misschien de laatste persoon. Ja. Dat was daar die vrijdagavond of zo. Ja. Ja. Dat eigenlijk als kitje was om nog op café te gaan. Ja. Dus ik ben met thuis gedaan op een veel kleinere locatie, maar nog des te meer bacteriën. Dus daarom vond ik niet precies slimmer. Ja. Maar ja, goed. Ja, nee. Dus ja, dat is inderdaad niet meer zo jong in 31 dat de jongste generatie is. Nee, ja. Maar ik vond dat confronterend toen dat wij bezig waren met de... Met de opnames van onze reeks van de dag. We hadden een redelijk jonge ploeg die dat maakte. En we zijn zo aan het babbelen zo met een paar geluidsmensen. En dat er zo ook een zei van ja, zo, die begon dan ook over Willy Zamerjetten. Mm-hmm. En dat vroeg van ja, en, hoe oud waren jij toen dat uitgezonden was? En dat zei hij ook zo 5 jaar of zoiets. Dus die hadden allemaal later ontdekt. En dan moest ik ja, in één keer... verschoot ik daarvan dat die zo jong waren, dat was confronterend met zo'n jonge mensen op de set. Ik heb dat ontdekt trouwens door mijn leerkracht van het tweede middelbaar. Ja. Is het waar? Ja, als hij zo geen zin had om les te geven, dan legt hij gewoon Willy Zamerjetten op. Dat zouden veel meer leerkrachten moeten doen.
Gewoon Willis en Marietten. Of, dat is eigenlijk alle kennis dat je nodig hebt in het leven. En Willis en Marietten. Ja. maar jullie waren toch best wel nog jong toen, toen jullie dat gemaakt hebben. Moet ik even kijken. Willis en Marietten is gemaakt in 2006. Dus 24 was ik toen. Ja. Ah ja, kijk, dat is toch wel... Ja. En dat was, dan, dat was jullie eerste keer, niet? Denk. Zat dat tussen de twee seizoenen van Neveneffect? Of was het de eerste twee seizoenen? Ja. Nee, dus het was eerst seizoen 1 Neveneffect en dat was 2005, geloof ik. Ah, ja, jullie zijn maar 2006. En dan daarna tweede reeks van Neveneffecten. Ah, ja. 2008 is dat er geweest. Ja. Mm-hmm. Eeuwigheid geleden. Want zo, gelijk bij Willis en Marietten, wij hadden zo... Tegenwoordig, als je wilt weten wat mensen denken over een programma, ja, zet u een Twitter open, of Facebook, of eender wat. En toen, wij hadden een forum en een gastenboek, dat klinkt echt zo. Ja, ik weet dat nog, op die website van Willis en Marietten. Ja. Dat was zo, ik weet niet, had hij dat gemaakt of zo? Of? Die website, wat? Ik denk vooral Koen en zo nog een paar gasten bij ons. Die zo de IT deden, die hadden die... Eigenlijk was de instructie dat we gegeven hebben, maakt hem zo lelijk mogelijk. En het moest maar klassiekjes en zoveel mogelijk verschillende letters. Dat was alle, En die website is nog gebruikt in een Amerikaanse cursus. Of ja, het was alleszins Engelstalige cursus van vormgevers. Is dat gebruikt als voorbeeld van, zo moet het absoluut niet. Ja. Maar we weten niet of dat ze door hadden dat dat eigenlijk een grap was. Maar dus er zijn studenten vormgeving opgeleid met het voorbeeld van de website van Willis en Marietten, van alsjeblieft niet zo'n website. Maar... Ja. Je hebt trouwens ook een site, is het als sengsen.be. Sengsen is een groot feest in Kortrijk. Moet naar het feest, ik kan mijn sang delen, ik kan die site gewoon een keer tonen, want de site zegt ook zo een en al dingen dat je denkt van, man, is dat een site? Het is vrij simpel. Nee, maar echt, ja. Van... Wacht, kijk of ik het samen kan delen. Dat is de site. Oula. Oei. Ja. De zang. Ook met zo van die muziek, die denkt van... Ja. Ja. Ik denk dat ik een nieuwe homepage heb. Ja, duidelijk wel. Ja, duidelijk wel. Extreem. Ja, sowieso. Van Trapp, dat is wel een echo. Een echo. Ja, zit er echo op? Ja. Ja, in ons eigen. Voilà. Ja. Het was prachtig. Ja. Ja, dat is de website. Dus dat is de site van is het al sengsen.be. Is het al? Ik ga die nu ook openzetten hier. Sorry hoor. Ik moet dat terugzien. Is het al sengsen.be? Heerlijk. Stel dat merch. Ik zie het. Van, dat is een balkje van merch. Maar het kan zijn sang delen zonder het geluid te delen. Maar sing staan niet door, die drones. Volgens mij is het een .be wel, hoor. Ja, eigenlijk wel. Die maken zich geen zorgen. Dat is een echte... is het al singsen? Ja. Hoi. Ze doen ook op de tekening doen ze aan social distancing, hè. Dus ze gebruiken eigenlijk... je hebt zo de typische meter bier. Dus hier hebben ze een variant gemaakt. Dat zijn 1,5 meters bier. Denk ik, hè. Dat is mijn interpretatie. Ja. Ja. Voor meer dan 1,5 meter staat ik op. Ja. Ja, staat erop. Zalig. Helaas. Nee, dat is een nadacht. Ja, maar je ziet dat. Dat is een heel professioneel team dat daarachter zit. Tuurlijk, ik denk ook dat volledig op zaal is. Dat wat is? Volledig op schaal, je ziet dat. Ah, ja. Het is bijna... Je moet al goed kijken voor te zien dat het een tekening is en geen foto. Ja. Ook het perspectief. Dat is... Perspectief. Podium. Ja, dat podium. Dat, ja, dat is de boomkopje. Zo is het echt. Dat is ook 8D, hè. Zo. Het zijn 8 dimensies door elkaar en je ziet niet welke dat waar past. Ja. En die boom, dat blik weer op zijn kop. Ja, trek. Cool, ja. Hey, cool website. Is het al sengsen.be? Is toch even aan het denken. Ja. Ja.
En toen had ik nog een ander gênant verhaal dat ik nog in mijn hoofd had. En ik hou van om gênante verhalen te vertellen in mijn eigen podcast. Dus ik ga een gênant verhaal vertellen. Dus, toen ik 14 was, ben ik begonnen als imitator stand-up comedian. Imitator. En ik was toen aan het opkijken naar Google Baoel. En ik dacht dus, je moet dus gewoon twee namen kiezen van mensen dat je goed vindt. Dus heb ik echt waar. En ik heb dan uiteindelijk niet voor die naam gekozen. Ik heb eigenlijk voor de naam Maestro Vano gekozen. En mijn oorspronkelijke naam was een naam dat eigenlijk van Jelle de Buren en Jonas Heijnert kwam. Ja. Oh, help. En hoe was dat? Maar ook omdat de eerste letter van uw achternaam, en dan Google wat U-principe, was de eerste letter van uw echte achternaam. Dus ik kwam dan uit op Jelle Vijgenaert. Ja. Oké. Okay. Ik ben blij dat ik dan uiteindelijk voor Maestro Vano heb gekozen. Met me... Ja. Een iets mindere artiestennaam, maar ook aanvaardbaar, denk ik. Ja. Ik heb nog nooit verteld, maar ik dacht van, ja, ik ga je dat gênant verhaal vertellen. Oké. Okay. Ik ben blij dat je gewacht hebt om het hier te vertellen. Ik vond dat nog toepasselijk om dat deze te zijn. Ja. Hebben jullie een cool anagram van jullie naam? Want ik namelijk wel. Ja, zeg maar. Dus een anagram van Jonas Geirnaert is gratis en oranje. Ah. Ja. Cool, hè? Ah, ja. Ik heb ooit moeten spelen in The Joker. En Jan Linssen was toen MC. En die had dus van elke comedian een anagram gemaakt. En bij mij zei hij, de volgende comedian, dat is Hugo Noosthuizen, of een anagram, een veel te lang woord. Ja. Oké. Ja. Beklijvend. Dwight heeft ook geen anagram, denk ik. Nee, mijn familienaam is De Lamier. Oei, begin maar al. Ja, dat is al bijna een anagram op zichzelf. Ja. Eerst onderrond, ik ga het blijven vragen. Wanneer ga je nu je maandags... Ja, dus onderrond doe je normaal gezien elke maandag spinten in de straten. Dat is een jeugdhuis. Okay. En onderrond kwam dus 2 weken geleden op het idee van... omdat we nu dat café niet meer open mogen, ga ik eens op Facebook dat livestreamen. Ik ga het toog maken, ik ga er gewoon achter gaan staan. En mensen kunnen dan kijken waar ik achter nu toog sta. Maar goed, hè. Ja. Dat is een geniaal idee. Wat als dat Jonas Heijnaert dat goede idee is, onderrond? Ja, oké. Ja. Het is een goed idee, maar ja, ik moet ook realistisch blijven. Ten eerste, tijdens de maandag, ga je... Ja. Hey, hoe cool dat is, ik Skype, niet cool, hé, maar op het einde van de rit zit je echt wel alleen te drinken. Nee, hey, dat doe. Dus ja, ik weet het niet. Misschien hoeven we een keer te proberen, ik zal het zien. Maar inderdaad, kon je echt wel zo'n bar doen en dat je dan virtueel kan bestellen. Maar... Ja, ik zou dat doen. Ik zou er naartoe komen, virtueel. Zou cool zijn, moest je zo bijvoorbeeld dan online wel een betaling kunnen maken, bijvoorbeeld. Ja. Zo'n euro dat je online dan kunt betalen en dan... Maar voor wat betaalde een euro? Ja. Voor een pintje. Voor een pintje? Ja. En... Ik krijg dan ook een pintje. Dat deel van de transactie snap ik. Hè? Dus jij staat achter uw bar. Ja. En ik zit via Skype aan uw bar. Mm-hmm. En ik zeg, geef me een keer een pintje alstublieft. Je zegt, dat is een euro. Oké, we doen dat via Payconic of weet ik veel wat. Ja, ja. Maar het vervolg van de transactie, ben ik nog niet helemaal mee. Hoe maar daar zit ik nog niet. Ik ben nog wel aan het uitwerken. Ik zit inderdaad tot daar, van dat moment dat ik kan betalen. Tot daar, klopt het. Ja. En daar is het nog een beetje deze zone verlopen. Maar. Want dat kan een schitterend verdienmodel zijn. Hè? Dat als er genoeg mensen tot daar meegaan in uw verhaal, komen al die euro's wel bij u binnen. Dat en wat het enige dat jij moet doen, is gewoon, je doet een pintje open, hop, en je geeft dat zo langs de webcam. Ja. En dan reclameren, dan zeggen ze, maar ik heb die juist gegeven. De fles is veranderd. Gegeven, hè. Het is een andere fles gebogen. Ja. Allee, het is zot. Ja. Nee, dat dus, uitwerken, jong. Hij kunt daar zittend rijk worden in uw... Ja, hoor, het zit echt iets in, maar... Ja. Of ja, zo virtuele pintjes kopen, maar inderdaad. Ja. Inderdaad... Nou, te weinig aan bij je stilstaan, trouwens, bij mijn magische flessentruc, maar oké. Okay. Nee, doe dat. Want we zien ze. Nee, wacht eens. Hij had die fles gegeven. Ja,
En ik had die fles gekregen, maar die is wel wat veranderd. Dat was... We doen de truc nog eens, hè. Komt die? Is de juiste richting? Ah. Ah, voilà. Ah, hey, de fles is veranderd. Ja, zot, hè. Oh. Ja, dat is nog een bug. Dat is een systeemfout en ja, online dingen doorgeven. Ik sta nog niet op mijn Discord. Ja, dat gebeurt af en toe een keer. Nog wat aangepast worden. Voilà. En zo heb ik een titel voor deze aflevering. Flessen doorgeven. Ja, dat is zeer wervend als titel. Ik zou direct kijken. Hoe werkt die toe? Virtuele fles. Ja. Ja. Of het drankprobleem van Louis. Daar zag ik ook op klikken. Subtitle. Of ja. Best of Both Worlds, het virtuele drankprobleem van Louis. Ja. En het malafide verdienmodel van onder ons. Yes. Ja, Louis, als je naar mijn virtueel café komt... Zo wervend. Dat is... Het zal wel zijn. Ja. Lieve vrienden, ik ga stilaan moeten afsluiten. Ah. Ik had mijn vriendin beloofd om nog een deel van de avond met haar door te brengen. Ik ben een man van mijn woord, dus ik ga me daaraan houden. Ja, dus okay. Zei dat jullie nog een, iets willen toevoegen. Ja! Dat had je niet moeten vragen. Kan je eindigen met een gedichtje? Eindigen met een gedichtje? Ja, nee. Ik mag alles vragen. Exact, diepte gezegd. Ik kan iets anders vragen. Je ziet me toch niet voor een dichter, Louis. Wat denk je wel? Ik kan een gedichtje voordragen van mijn favoriete dichter, Johan Stuur, die in Humo... Ken je die? Ja. Johan Sebastiaan Stuur, ja. Ja, die maakt in Humo altijd prachtige gedichtjes. En ik denk, vorige Humo stond er een heel leuk in... over de quarantaine. En ik ken het zelfs van buiten, dus ik moet het niet eens opzoeken. Ik denk dat de titel Quarantaine was en het gaat als volgt. Architectuur, dat vind ik te duur. Ik woon met mijn hond in een put in de grond. Voilà. Ja. Is er nog één allerlaatste vraag. Is dat een lockdown waard of niet? Dit? Ja. Nee, dit is, in het kader van mijn nieuwe imago heb ik besloten om een baard te dragen. Ik ben hier hartstikke kaal aan het worden. Dat is ook iets genetisch. En ik probeer dat te camoufleren door de beharing meer op de onderste regionen te concentreren. Dus voilà, het heeft met de lockdown op zich weinig te maken. Ben je atletisch? Nee. Oké, anders zou ik zeggen, als je op je kop staat, heb je wel nog haar van boven. Maar ik heb het voordeel, dat is waar... Wat je zegt... Nee, dat is niet waar, maar het maakt niet uit. Dat klopt, ja. Nee, hoor, je hebt een dat van je voeten. Maar ik heb het voordeel dat ik 1,95 meter groot ben. Dus als ik recht sta, alleen mensen die, 1 meter, die rond de 2 meter groot zijn, die kunnen zien dat er op mijn kop weinig haar staat. En andere mensen, die weten dat eigenlijk niet. Tenzij dat ik voorovergebogen in een podcast zit, dan kan ik het ook niet meer. Ik camoufleer. Ja, wat bij deze dan gebeurt. Ik ben maar een meter aan het 70 en vandaar de pet. Ja. Dus er zijn maniertjes, hè. Dus dat is dat. Bij Louis is dat een pruik, daar is ook niks mis mee. Ja. Als het maar marcheert. Cool. Cool. Hey, maar, er zijn al bezig van 8:30 waarschijnlijk. We hebben eerst 10 minuten zitten wenen omdat jij er niet was. Nou ja, oké. Okay. Juist, waren met wenen had je ingebeld. Ja. En toen nog 10 minuutjes erbij voor de camera. Ja. Zo is het. Dus is hier al een kwartier bezig. Ja. Alright, je vrienden. Cool. Voilà. Oké, ça va. Onderhand. Ja. Heb je nog iets te doen, Sabit? Shit. Betrapt. Ik heb wel een vriendin. Terug? Maar nu kan ik iets te doen. Ah, oké, okay, Sava, dan pakken we nog een half uurtje een Patreon op, dat is goed. Ja, ah, okay, de mensen via www.patreon.com/kapodcast de podcast willen steunen voor 1 euro, zet er al 10 uur extra content op. Ja, we gaan er zelf een pogno over gaan van Chris Willemsen, die dweg van de ronde. Zalig. Nee, bedankt, Jonas. Ik ga deze aflevering eindigen. Ik was Louis van Virtuele Flessenhuizen en deze keer sprak ik met...
is het weer dat ik mijn eigen naam zeg? Ja, je moet ook zoiets grappigs doen. Ik had van Victorie de Flessenhuizen gezegd, dus ik had ook zoiets grappigs doen aan je achternaam of zo. Ah ja. Anders moet je de eerste letter pakken en dan... Ik ga gewoon ik ga mijn anagram... Ik heb nu al verklapt, maar kijk, ik zal afronden met mijn anagram. Maar nu moet jij nog eens zeggen, het was dingen met... En dan zeg ik mijn anagram. Voilà. En dan het was voor lockdown. Ik was Louis van Virtuele Flessenhuizen. En deze keer sprak ik met... Gratis en Oranje. En... Dwight de Lamieur. Dat is de anagram. Dat was... Ja. Bedankt. En salut. Salut, Chris. Daag.